Dankjewel, uh, welkom te Gent. Uh, ik zal beginnen met die vraag: hè? everybody happy? Ja. Lief niet, <laughs> en uh, jullie zijn vrij eerlijk, inderdaad. We zijn niet zo gelukkig, hè? Uh, maar ça va voor de rest, zeker jullie, de culturele sector. Hoe is het? Goed, ja? U, ja? Sava? Goed. Met u? Alles goed, hè? Ja. Het was alleen Rob de Hert, die altijd. Zij als je hem vroeg, Robbe Oeijs, moeten gaan dat weten. Ze gaan maar een dokter of. Wat? <laughs> en, uh, ik heb een vriend die ook uh, altijd zegt als je zegt, ja, goed, huh? serieus, hoe komt het? Uh, omdat het is wat de Engelsen zeggen, uh, The definition of a bore is someone if when you ask him how he is, tells you. Dat is niet de bedoeling. Want het gaat niet goed met ons. 1 op de 3, dus van jullie heeft het al gelogen, want met 1 op de 3 gaat het niet zo goed. En 1 op de 3, 1 op de 4, en dat zijn echt bangelijke cijfers toch, geeft aan op de rand van de mentale uitputting te zitten. En 1 op de 10 zit eigenlijk al beneden, die afgrond. 1 op de 10 heeft vaak langer dan een jaar nodig om daar weer uit te komen, uit die mentale uitputtingsslag die we dan vandaag burn-outs zijn gaan noemen. Ik vond dat waarschijnlijk een onwaarschijnlijk interessant fenomeen: Burnout. out Plotseling is die, die batterij leeg. Hè? En vooral, er is nergens een lader te vinden. De notto staat stil en er is nergens nog naft. En vroeger was het zo: ja, de winnaars die zijn gelukkig. Hè? En de losers zijn ongelukkig, want ja, het zijn losers. En vandaag is het niet meer zo. Dus vandaag zijn het eigenlijk ook vaak de winnaars. De topmanagers, de topatleten, de topartiesten, de, top de stand-up comedians, die, die iedereen bewondert die tegen de muur of de lamp lopen. Een bankier die het mij vertelde, want ik heb dus met heel veel mensen daarover gesproken. zei, Ik was zo moe, uiteindelijk zei ik, ga, ik ga een warm bad pakken. Ik ben nooit meer uit dat bad geraakt. Ik kon niet zelf uit dat bad. Het was gedaan. Op die paaf, die muur. En ja, ik vond het zo interessant. Omdat, dat, het is mijn burn-out als mijn kanker. Hè. Ik denk van iedereen gaat dat krijgen behalve ik. En toen dacht ik ook wel van ja, hoe zou dat bij mij kunnen zitten? Zeker op een moment was ik dus zelf ook van de winnaars geworden. Ik had die film gemaakt, ben niks. In de hele wereld verkocht. Ik was echt ja, in mijn eigen droom terechtgekomen. En toch, ik zit op een gegeven moment in een, in een hotelkamer in Parijs. En alles gaat goed. Ik ben dan met mijn vrouw. En inderdaad, Annemie, ik heb een fantastische vrouw waar je alleen maar fijne avonden mee uh, uh, hebt. En toch, waarschijnlijk kennen jullie dat, dat fenomeen wel. Je kwipt dat lampje uit naast je bed en twee, drie uur later leed je dan nog te denken aan alles wat je nog niet hebt gedaan, nog zou moeten doen, nooit zult kunnen doen, nooit goed gaat doen. Alles wat je verkeerd hebt gedaan, altijd verkeerd zult doen. En. Uh, en ik heb zoiets van non de tu, maar dat is precies alsof er zo'n ventje in mijn oor maar blijft blazen en mij inherent ontevreden maakt. En toen dacht ik meteen, dat zou toch tof zijn als we die tevoorschijn kunnen brengen. Die mannetje op onze schouder, de Duitsers hebben zo'n een fantastisch woord voor, de innere schweinhond. De innere schweinhond, het innerlijke krapul, zeg maar. En er bestaat ook een echte benaming voor binnen de psychologie, waar het een, een belangrijk thema is, de innerlijke criticus, onze interne criticus. En ik dacht dat als we, als we die nu eens zouden kunnen ja, ontmaskeren, daar de, de mechanismen van uh, kunnen bekijken. En dan maakte je dus de film, en dat is zo fantastisch, uh, je krijgt dan uh, Peter van de Begin. Die kan tonen als, als stand-up comedian. Wat ik toen een beetje meemaakte. Toen ik dacht: van, wat, als ik die gast nu eens van een balkon zou kunnen flikkeren. En dan zou ik toch beter slapen. En uh, minder zorgen hebben. En gelukkiger zijn, eindelijk. Maar het is natuurlijk zo dat die zich vasthoudt aan nu. En nu al snel niet laat losgaan. Elke dag. Vandaag, gisteren, morgen. Er drie mensen zelfmoord. En wat zo interessant is, is als je gevraagd aan de mensen die het dan toch hebben overleefd, dat 95% daarvan zegt dat ze eigenlijk blij waren zelfs toen ze al aan het springen waren. Of, of dat ze blij waren dat ze het hadden overleefd. Dus toen ze aan het springen waren, dat ze waarschijnlijk toen al wisten van shit, dit, dit was niet wat ik wou. Ik wou eigenlijk de innere schijnhoed naar beneden krijgen. Maar ik ben mee moeten springen. Dus hoe interessant om daar even over door te gaan. En ik heb met heel veel mensen gesproken. Zowel experten als ja, ervaringsdeskundigen. Mensen die het zelf hebben gehad. En, en die vaak nu burn-out coach en, en uh, burn-out expert zijn geworden. Ik heb altijd iets van... ja, Ik, ik wil dan absoluut niet zijn, maar ik denk... Ik... Ik ben eraan ontsnapt, ik heb een bocht kunnen nemen. Dus aan wie gaat het vragen aan, om uh, een rijles te leren? Aan een dier die is gecrashed, of aan een dier die een bocht heeft genomen, dan moet u mij vragen. Hè? Nee, uh, maar in dat hele burn-out gegeven hè, waar we vandaag. Uh, zo vaak overhoren en mee overstelpt worden, ook met de experten daar rond. is zo interessant dat we toch, denk ik, een beetje naast de, de kwestie gaan. We weten ongeveer al allemaal wat de oorzaken zijn. Hè. Dat zijn vaak ambtante bazen, niet zo fijne werksfeer, ambetante collega's dus ook, en die prestatiedruk, hè. te veel werk eigenlijk. Maar dan komt een dokter en die zet u uh, met congé, eerst zeggen we, dat er rugspijn is, of een migraineke, of we gaan toch... Het taboe is nog altijd ongelooflijk groot. Zeggen dat dat mononucleose is, of zo. Uiteindelijk moeten we toch toegeven dat het burn-out is. En, en meer dan een jaar zitten die mensen soms dan alleen. En de baas is weg, de werkdruk is weg, die ambetante collega's zijn weg, en nog raakt het niet recht. Nog raken die mensen niet van hun zetel. Want... Daar zitten ze alleen opgesloten met der innerlijke wijnhoed. En dat piekeren, wat onze nationale sport is natuurlijk, ook van wij allemaal in dat pre-burnout stadium. En dan zeggen wetenschappers dat we 50.000 tot 70.000 gedachten hebben per dag en dat 60 tot 70 procent daarvan eigenlijk negatief zijn. Als je daarover nadenkt, dan is het dus zo dat we de helft van ons leven. ...onze eigen leven naar de klote maken. Dat we ons eigen echt... ...ten dieperik indenken. En dat vind ik ongelooflijk goed nieuws. Want als we dat weten... ...dan kunnen we daar ook mee stoppen. En dan kunnen we dus gelukkig worden. En dat is wat ik... ...wat ik beloof. Hè. Dus daarom, wij, wij krijgen subsidies om die films te maken... ...en dan vind ik ook... ...je moet iets teruggeven aan de maatschappij... ...te weten de wereld beter maken. En mensen gelukkiger maken. Ben ik ondertussen een expert? Nee... Ben ik een dokter? Nee, maar kijk, ik ga toch een onderzoek doen met jullie. Wie onder jullie? En je moet je een arm niet opsteken, want dat is veiliger. We gaan sneller zeggen welke seksueel overdraagbare ziekte dat we hebben en van wie dat we ze hebben gekregen. Dan zeggen we dat we ons niet goed voelen. Dus wie onder jullie heeft er al een keer een hoofdpijntje dat te lang blijft duren? Wie van jullie heeft rugpijn? Wie van jullie de, de darmen of de maag die een tijdje toch. Blijft overhoop liggen. Wie van jullie slaapt slecht? Geen hand, het is niet nodig. Wie, hè, zo weet wel, te lang wakker liggen, te vroeg wakker worden, midden van de nacht wakker worden, twee uur kussen. Wie van jullie is alles uh, cynisch? Wie van jullie heeft alles het gevoel dat hij uiteindelijk dodelijk efficiënt, onefficiënt bezig is? En dat hij dus te lang moet blijven gaan om op die plaats terecht te komen waar hij was en eigenlijk niet wou. En wie van jullie heeft niets van deze dingen herkend? Die mag nu wel zijn hand opsteken. Ja? We zijn allemaal. Hè? En. en, en, en en dat is zo bang, we zijn echt een beetje als in, in, in de grap van de, de kerel die bij een dokter komt en zegt, ja dokter, als ik zo duw met mijn vinger op mijn slapen, dat doet ongelooflijk zeer, ik duw op mijn maag, dat doet zeer, overal wat ik duw op mijn rug, dat doet zeer, en daaronder, allez, ja bro, de dokter zegt, ja, ik kan niet missen, uw vinger is gebroken. Uh, <laughs> en er is iets gebroken, duidelijk. Maar moeten we daar niet eerder naar gaan zoeken, in plaats van ons te blijven doodstaren op dat idee van burn-out en dat het is van prestatiedruk en veerkracht? En, 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 en. Misschien heeft het te maken met dat één woord dat we allemaal zo graag op onze cv zetten en waar we zo graag mee uitpakken, dat we eigenlijk allemaal toch een beetje perfectionist zijn. Maar perfectionisme staat binnen de psychologie gekend als een ziekte als een ziekte syndroom en misschien is het wel het algemene ziekte syndroom dat we met elkaar delen in min me of meerdere mate en dat eigenlijk de onderliggende grond is van die burn-out. En daarover eigenlijk gaat een beetje mijn lezing omdat perfectionisme is faalangst in Louboutins, heeft iemand gezegd. Prestatiedruk is niet zozeer ons probleem. Het is die prestatiedruk die we onszelf opleggen. En als we dat niet geraken, die ontaard in falangst waar dat we ons voor schamen, die schaamte ja, wordt een schuldgevoel omdat het dus niet spoort. En dus we gaan het beter ons best doen. En Dat is dan alweer perfectionisme en meer prestatiedruk. En die vreselijke, vreselijke... Naar beneden zuigende neerwaartse spiraal is wat veel van ons naar beneden trekt. Wat ons minder gelukkig maakt, denk ik. Hoeveel kracht verliezen wij niet door onze eigen negativiteit? Door de helft van de tijd te blijven onszelf naar de verdoemenis denken door der innere schweinhond die op onze nek zit. En zouden we dus kunnen bijvoorbeeld naar de film gaan die ons daar de. Mechanismen van uitleg. En misschien na een lezing van iemand die ons kan uitleggen van, hé, hey, op die manier zijn wij zo fout bezig. En kijk, dat bestaat dus. Um, en als je mij zegt, ja maar ik heb daar niet zoveel last van, ik heb dat eigenlijk niet zo'n innere zwijnhond, dan is de nieuwe waarschijnlijk nog de zwaarste. Maar ik ga dit vragen. Wie van jullie kijkt, s ochtends in die spiegel en zegt, <laughs> all right. Alright. Of wie heeft zoiets van? Allez, hoe hoe ziet jij dat nu weer uit? Hoe vaak zeggen we zoiets tegen elkaar: hoe ziet jij dat nu uit? Maar ik moet bijvoorbeeld daar nagaan hoe beschadigend dat is. Hoe vaak zeggen we tegen onszelf: we zijn te laat, we hebben iets vergeten, we hebben iets niet gedaan. We hebben, we hebben, oh, en hoe vaak zeggen we niet: Maar kalf. Maar idioot, maar jongen, maar hoe zit je nu bezig? Maar heb je zelf nu bezig gezien? Kalf, maar stom rund, dik wijf. Echt waar, ziet u dat nu zitten? Dat is aan mijn tanden, dat is niet persoonlijk bedoeld. Dat is heel, als iemand dat bij u zou doen, maar dat is er een dag niet En wij doen dat... Op quasi constante basis met onszelf. En dat is dus meteen in dit kort bestek de ene tip die ik jullie nu al meegeef, stop dan een keer mee. Ik heb dat dus gedaan. Ik ben dankzij mijn eigen film alvast happier geworden. Als ik dat soort dingen doe, van ben ik ben weer iets vergeer. <laughs> <Ja, kijk. lacht> Never gonna learn hoor. Hey. Ja, oké. Okay. Stop daarmee, stop jezelf te beschadigen. Het is beschadigender dan wat je denkt. En daar zit hij, ter innere schijnhuns. En we kunnen ermee dealen en dat moeten we leren. En dus, uh, ja, de oorzaken van waar komt die algemene malaise vandaan? Eigenlijk weten we dat wel. We weten eigenlijk ook wat de oorzaken zijn. Maar zouden we kunnen dieper kijken dan, dan, dan de oplossingen die ja, van ga naar de natuur, neem. Een jaar in, in, de, in de Provence, ook een goed idee. Alhoewel dat veel burn-out-experten zeggen, als je dat gevoel hebt, zo van, oh, ik zou eigenlijk echt een keer een jaar nodig hebben in de Provence, dan is het bijna een burn-out. De oplossing, ik geef er jullie nog, nog eentje. Het zit ook in de film en we gaan het samen eventjes doen. Ik ga jullie vragen om een brede glimlach op te zetten, een brede, zo. het mag een fake smile zijn, hè? maar heel breed. Ik wil gewoon tanden zien. Ja? Moet niet eens je eigen tanden zijn, gewoon tanden. Ja? All Goed, blijf glimlachen nu. Ja? Okay. Nu ga ik jullie vragen, blijf glimlachen, probeer al glimlachen het ook een heel negatieve gedachte te hebben. Dat is moeilijk, hè? Is... Wat is hiermee bewezen? Ook niets. En ook alles. Dat wij, niet door te glimlachen en helemaal blij zijn, maar dat wij meer kunnen doen met ons eigen gemoed en onze eigen gedachten dan wij denken. En dat het niet der innere schijnhond mag zijn die ons het leven kapot maakt en ons die als staart de hond laat wapperen, maar dat wij de staart kunnen laten wapperen. En dat lijkt een ongelooflijk simpel en dwaas idee. Misschien is het dat ook. Maar soms hebben je daar een, een film voor nodig om tot die ene basis, dat toverwoord, te geraken. En dat staat daar te lezen. Ik ga jullie vragen om het luid te zeggen. 1, 2, 3.